Yo mensen, het is super lekker weer. Het is tijd voor een nieuwe serie in deze zomervakantie. Welkom bij Summer Games. In deze serie draait het allemaal om Team of the Season Suarez. In zijn startersteam wordt hij omringd door de 10 eerste de beste zilveren spelers die te vinden zijn op de markt van La Liga. Om zijn team te upgraden krijgen we aan het begin van elke aflevering 3 opties. Een gouden, een zilveren en een bronzen speler. Om deze te unlocken beginnen we met een battle op het voetbalveld tegen de enige echte FC Rulli telkens andere voetbalchallenges. Daarna spelen we een potje FIFA met het huidige team. Winnen we zowel de voetbalchallenge als het potje FIFA, mogen we de gouden speler kiezen. Winnen we maar één van de twee, mogen we de zilveren speler kiezen en verliezen we beide, dan moeten we de bronzen speler kiezen. Uiteindelijk is er dus na 10 voetbalchallenges en 10 afleveringen een volledig team ontstaan rondom Team of the Season Suarez. Met allemaal spelers die op een manier aan Suarez zijn gelinkt. Of via de competitie, of via de nationaliteit, of via zijn Zuid-Amerikaanse continent. En dan is het zaak om met het eindteam de eindbaas te verslaan. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de allereerste aflevering van Suarez Summer Games. Als je even een like kunnen doen voor deze nieuwe serie, zou ik dat zo vet vinden als je zin hebt in deze serie. Dus even allemaal hier beneden ram dat blauwe duimpje omhoog. En let's go. En zoals elke aflevering beginnen we in het hoofdscherm. En ga ik vragen, laat ons zien wie de gouden, zilveren en wie de bronzen speler is van vandaag om te unlocken. We starten elke aflevering met de voetbalchallenge. Dus we gaan naar het veld waar Raoul en ik tegen elkaar hebben gestreden in een vrije trappenchallenge. Met Kaan met zijn petje op ik rol. Oké, bij de 5 vrije trappen. Wie de meeste scoort wint. Er is 1 obstakel, dit muurtje van 8-jarige kindjes, want heel groot zijn ze niet. Boeien. Let's do this. Goal! Om de muur heen. Noem me baby Bas VV. Kut. Hij is dood, muur. Nee, ik heb een kind aangeschoten. De muur is down. Ik zei nog, we moeten hier echte kinderen voor gebruiken. Oh! Oh! Derek Bill. Ja! Oh, maat! Ze zijn zo lekker, hè? Ja! Oh, maat! Roberto Carlos. Spectaculair overwinning binnen. Let's do this. Ja, we weten dus al dat de bronzen Robert, die werd gelinkt aan Suarez omdat hij ploeggenoot en continentgenoot is. Zeker niet de update gaat worden vandaag. Ook kan het landgenoot Alvaro González worden of continentgenoot en in dezelfde league spelend James Rodriguez. Nu speelt dat Mastour nog, maar die is dadelijk sowieso weg of voor Alvaro González of voor James. Als we het potje winnen, wordt het James, verliezen we het potje. Wordt het Alvaro González. Iedereen heeft er zin in. Ik ben echt benieuwd naar hoe Suarez gaat spelen. Oké, hij heeft een vol zilver op de keeper na Frans team. Er zullen een aantal hele snelle en hele prima spelers in zitten. Maar ik heb wel geluk gehad. Jullie zagen het in het intro filmpje. Het was legit. Echt legit. Het verbaasde mij ook. Achteraf was misschien wel logisch. Ik heb natuurlijk op rechts buiten Mounir, die bijvoorbeeld super goed is. Ik kreeg ook Mastour. Mastour is wel een beetje een hype. Gaat natuurlijk naar PEC. Groot talent. Is op FIFA niet heel geweldig. Maar Mounir is ook echt goed op FIFA. Voor een zilver. Al was het sowieso wel geweest. Welke keuze je ook had op zilver rechtsbuiten. BBVA is altijd wel een goeie. Het zijn een aantal prima spelers. Maar ik kreeg toevallig Mounir. Wat echt perfect was. Nou, Suarez heeft dus 99 shooting. Oh. Oh, geen penna? Nee. Maar ook nog een jagerkaartje. Oftewel, zeg maar, zijn shooting wordt nog met 3 punten geüpgrade. Of hoe dat ook wordt gedaan. Waardoor dat hij dus, zeg maar, 100 shooting heeft of zo. Hoe moet ik dit zeggen? En wat gebeurt er? En waarom ging deze bal niet in? Luisje! Oh, keeper! Een nadeel van dit soort dingen, terwijl dat... Oh, Suarez gaat. Oh ja. Nadeel van dit soort dingen. Nee, Suarez is geblesseerd.
Ik heb nou nog steeds niet kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Wat ik wilde zeggen, het nadeel van dit soort dingen is altijd, je gaat alles zeg maar focussen op die Suarez. Dus ik ga dadelijk zeg maar een beetje uit het oog verliezen van, yo, ik moet wel natuurlijk gewoon proberen te winnen. En ja, of ik ze nou allemaal maak met Suarez of niet, dat maakt eigenlijk niks uit. Oh, Mounir! Oh! Suarez had overgeslagen. Die bal had naar Suarez gemoet eigenlijk. Elke bal moet sowieso naar Suarez. Al zei ik net dat het niet slim is om te doen, maar dat wil ik uiteindelijk toch wel. Oh, Mounir! Mounir! Oh! Die eerste goal van de serie wil niet vallen. Misschien moet ik hem ook wel met Suarez maken. Ik ga je niet menen. Ik kom achter. Oh, god! Dit is waar je bang voor bent. Ik ben niet bang dat ik ga verliezen. Dat gaat nog wel goed komen. Hoop ik. Anders moet ik die zilveren toevoegen. Ook prima. Maar één keer uitgecounterd. Terwijl dat ik constant kansen heb. Kom aan, Luis. Kom aan, Luis. Luisje. Oh, die keeper gap. Hij was dus. Nee, hij heeft alleen een gouden keeper. Wat een beast, joh. Duikt die bal even heerlijk onderhand de kruising uit. Oh mijn god, wat een kansen. Wat een kansen. Suarez. Oh, hij wint ook elk kopduel uit. Wat doet hij nou? Oh, dat had ik. Ik zat niet op te letten. Ik was aan het praten. Luisje, Louis. Godsamme. Ik word helemaal gek van die keeper. Ik ga even scoren voor rust. Oh, dit is een penna. Ja, dit was. Ja. Daar kunnen de meningen niet echt over verdeeld zijn. Leek me duidelijk. Terecht de strafje op, dan wordt er iemand gewoon helemaal door midden geschopt. Ja, Suarez gaat hem nemen. Kom aan, werd ik gaan missen. Ik schiet hem alsnog in die linkerhoek. Haha, let's go. Suarez maakt de eerste goal in mijn voordeel en we staan weer gelijk. James, ik kan je ruiken. Hij ruikt wel een beetje naar zweet. In die vorige keer een rode kaart krijgen met Suarez. Dat zou wel lachen zijn, maar eigenlijk ook weer niet. Kijk dit dan. Ja, dit spreekt toch wel boekdelen. Oh. Oi, oi, oi. Oi, 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 Heel flauw. Oh, nee, wat doe ik? Oh, keeper, bedankt. Gelukkig kun jij ook nog een bal redden. Als ik dan een beetje dwaas doe, dan heb ik jou nog als backup. Wat stoer. Steek maar. Ja, oh, foutje van hem. Deze gaat Suarez, team of the season. 98 reden, toch? Never nooit missen. Nee, natuurlijk niet. Assistje van Mastour in de tweede goal van Luis Suarez. Oh, hij levert hem zo in bij Merdan. Medran. Medran. Nee, hij mist wel. Godzijdank. Nee. Fuck. Ja, Sanogo. Ja, ik moet zeggen, ik heb hem ook niet heel vaak zien scoren dit seizoen. Oh, Suarez, wat lekker dat je ook gewoon kopduelletjes wint omdat je zo beast bent. Ja, blokt hem goed af. Luis Suarez. 3-1, hat-trickje van Luis. Niks mis mee. Oh, Suarez gaat nu ook nog stijlvolle hakjes doen. Hij gaat hij ook zijn vierde maar. Dat was iets te veel van het goede. Oh, wauw. Ik denk dat dit de Mounir's moeilijkste goal ooit was. Oprecht. Ik bedoel, hij hoefde hem er alleen maar in te schieten, want hij kreeg zelfs de assist van de keeper. Deze man, ja, was ook niet heel goed. Laat dit maar zien. Ja, James. Ik zei al dat ik je kon ruiken, maar nu sta je al hier aan de deur te kloppen. Ja, Luisito. Luisito. Luisito voor zijn vierde. Luisito met zijn vierde goal. Lasso. Nou deed hij hem. Als je vierkantje inhoudt, doet hij zijn eigen celebration. En ik vind hem zo ziek, maar ik weet niet precies hoe hij moet. Luisito. Luisito. Luisito voor vijf. Luisito met zijn vijfde goal. Luisito Suarez. Luisito. Haha, golazo. Hij is echt fucking goed. Oh, dat mag ik nou natuurlijk niet roepen als ik met Luisito speel. Hij gaat de bal ophalen en ik hoop niet dat dat de laatste keer zal zijn deze serie. En ik denk het ook niet, want hij speelde echt geweldig. We hebben zowel de challenge op het veld als achter de PlayStation gewonnen. Wat betekent dat we natuurlijk de gouden upgrade mogen doen. We unlocken de enige echte James Rodriguez. Het ziet er geweldig uit al. Dit team begint al lekker. Kijk dan even Luisito. 1 wedstrijd, 5 doelpunten.
Wat een beest. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar de allereerste aflevering van de Summer Games met Suarez. Ik hoop jullie weer terug te zien bij de volgende aflevering, waar we weer een nieuwe positie gaan challengen. Eerst tegen Roel op het veld en daarna achter de PlayStation tegen een tegenstander. Ik hoop dat Luisito er dan nog meer gaat maken. En als jullie allemaal een blauw duimpje hebben gedaan op deze video, abonneer ik hier beneden. Dan weet je meteen wanneer deze volgende video online komt. Sowieso 7 uur 's avonds. Want ik zit op dit moment in Spanje. Bedankt voor het kijken en later mensen.